De twijfel is echt een super lekker nagerecht. Het bestaat uit cake, fruit en custard of vla. Je snijdt eerst de cake in blokjes en daar doe je over de crème de cassis. Dat schep je goed om, zodat de drank goed in de cake trekt. Dan zet je een pan op het vuur en daar doe je suiker en water bij. Je zorgt dat de suiker wordt opgelost en brengt het aan de kook. En dan doe je daar bosbessen bij. Dat confijt eigenlijk. En volgens het overige fruit, bijvoorbeeld aardbeien en frambozen. Dat schep je weer goed om. Vervolgens leng je maïzena met een beetje water aan en dat gaat erbij. Dat zorgt ervoor dat het dadelijk gaat binden en een soort jam-achtige saus ontstaat. Echt lekker dik. Dat laat je afkoelen. Vervolgens begin je met het opbouwen van de trifle. Dus je doet de cake onderin. Dan wat van de saus. Vervolgens gaat daar custard overheen. Je kunt dat dus helemaal zelf maken. Of je kunt vla kopen. Dat is heel erg makkelijk. En je maakt uiteindelijk ook weer af met de vla. En een toefslagroom.